Van harte welkom allemaal. Leuk dat je weer kijkt. Dit is de derde video in mijn serie over de derde, vierde en de vijfde dimensie en de vier spirituele ontwikkelfasen die jou daarbij helpen, die ik weer heb geleerd van Michael Beckwith. In de eerste video heb ik je uitgelegd wat dimensies zijn. Dimensies zijn ja, trillingsfrequenties met elk hun eigen wetmatigheden, voor- en nadelen. De dimensies resoneren ook heel erg met de chakra's. En ik zie dimensies heel erg als boomringen. Elke keer komt er een ring bij. En de binnenringen zijn de voeding voor de buitenste ringen. Zonder die binnenring kunnen de buitenste ringen niet eens bestaan. Dus elke dimensie is van zichzelf niet goed of slecht. Het is wel zo dat als je te lang in een fase blijft hangen, in een dimensie blijft hangen, ja, dan gaat het vervormen en krijg je te maken met de nadelen van zo'n fase. En dat is ook vaak het teken dat je de uitnodiging om verder te groeien en die fase ook daadwerkelijk achter je te laten. Nou, de vier ontwikkelfasen, de spirituele ontwikkelfasen van Michael Beckwith zijn de eerste fase, de victim stage. He, dan wordt het leven als het ware jou aangedaan en geef jij anderen of iets de schuld van jouw toestand, voel je je vaak ook krachteloos en machteloos. En de tweede fase is de manifestor stage, de fase van manifestatie en creatie, want jij bent een spiritueel wezen met enorm veel manifestatie en creatiekracht. De derde fase, de channel stage, is dan ben jij het kanaal. Dan stroomt als het ware de levenskracht en de levensenergie door jou heen. En de vierde fase, de being stage, dan ben jij het. Dan ben jij helemaal een expressie van wie jij werkelijk bent. En val je helemaal samen met je hogere zelf en kun jij ook helemaal zijn. Deze video gaat over de tweede fase, de manifestor stage. Jij bent een spiritueel wezen met een menselijke ervaring en jij hebt enorm veel manifestatie en creatiekracht. Ik geloof ook echt dat jij hier op aarde bent gekomen om jouw zielsverlangen tot uiting te brengen, jouw licht te laten stralen. En al jouw kwaliteiten, al jouw talenten zijn voor mij wegwijzers op jouw levenspad. En die helpen jou herinneren wie jij werkelijk bent en wat jij al hier op aarde komt brengen. Want de aarde heeft zoveel licht, vreugde en talenten nodig, liefde nodig, om ook te ontwikkelen, door te ontwikkelen naar de vijfde dimensie. Want de aarde heeft dat besluit genomen en ze heeft de uitnodiging gedaan aan de mensheid om samen met haar, met de aarde, te ascenderen naar de vijfde dimensie. En dat is een hele mooie, unieke kans in het hele universum. En om uit de matrix te stappen, uit het donker, uit onze slachtofferrol. En we zijn door de matrix ook heel erg in een slachtofferrol geduwd, waarbij we ook heel veel macht buiten ons hebben gelegd en eigenlijk ook verwachten van anderen dat ze ons beschermen, dat we veilig zijn. En ja, het is zo belangrijk om die kracht en die power die wij zijn en die we hebben, om die weer terug te nemen, te herinneren wie we werkelijk zijn en ons licht, onze liefde te laten stralen en met onze eigen unieke kwaliteiten en talenten de wereld een prachtige plek te maken, want dat kan echt. Als wij gaan manifesteren en creëren vanuit liefde in plaats vanuit angst, dan creëren we samen hemel op aarde. Want dat wij ontzettend veel creatiekracht en manifestatiekracht hebben, dat zie je om jou heen. Alles wat door mensen is gemaakt, dat is ooit ontstaan uit het niets. Een idee wat vervolgens in de werkelijkheid vorm is gegeven in die derde dimensie. En dat is ook onze power. Alleen we hebben nu heel vaak gecreëerd vanuit angst, vanuit haat, vanuit woede, vanuit frustratie, macht, ego. En hoe zou de wereld eruit zien als we diezelfde manifestatie en creatiekracht gaan gebruiken om te manifesteren vanuit licht,
vanuit liefde, vanuit onze talenten, vanuit insluiting, vanuit verbinding, vanuit alles hoort erbij. Dan gaat het echt om welzijn en geluk die wij met z'n allen van binnenuit gaan creëren. En dat kunnen we. En daar staat ook de Manifestor Phase. Ik haal het nu door de waar. De Manifestor Stage en de Manifestatie en Creatie Fase. Want dat zijn wij. En het is dus heel erg belangrijk om uit de slachtofferrol te stappen. Omdat je daarmee weer in jouzelf komt. Je onafhankelijk maakt van kritiek en waardering. Je eigen intuïtie en ook je eigen waarheid bevolgt. En dat is ook al een klein sprongetje naar de channel stage. Want dan ben jij dus het kanaal waardoorheen de inspiratie, de intuïtie, de levenskracht kan stromen. Waardoor jij kan manifesteren. In die manifestatiefase, daar zit ook de wet van aantrekkingskracht in. En de wet van aantrekkingskracht begint wel van binnenuit, vanuit verlangen, vanuit intentie en van daaruit te manifesteren. De vier fasen van spirituele ontwikkeling, die staan ook niet los van elkaar. Die zijn eigenlijk allemaal aanwezig. Zelfs de victim stage kan een spiritueel aspect hebben, omdat hij jou wel heel erg bewust maakt van, hier ben ik afhankelijk van de ander. Dit overkomt mij, als je bewust bent van, dit overkomt mij, ik ben nu even slachtoffer van de situatie, maar hoe buig ik dat om en wat ga ik vervolgens manifesteren? Soms is het heel goed om te weten wat je niet wilt, om dan de sprong te maken naar wat je wel wilt. Dus het niet weten, het slachtofferschap is van zichzelf niet slecht, wel als je erin blijft hangen. Soms kan slachtofferschap juist ook de springplank zijn naar die manifestatie- en creatiefase, omdat je dan besluit, zo wil ik het niet meer en dit wil ik wel. En dan heb je alle kracht, alle talenten en alle hulpbronnen in jou, om jou, om jouw verlangen in de wereld te zetten. En de uitnodiging is dan om je verlangen groter te laten zijn dan je angst. Want je blijft in de slachtofferfase zitten als je gevangen wordt door angst, schuld, schaamte, tekort, woede, frustratie, weerstand. Want dan blijf je in die overlevingsmode zitten, in de freeze, fight, flight modus. En dan maak je jezelf ook letterlijk kleiner en afhankelijk van de buitenwereld. En dat hoeft niet. Het is juist zo belangrijk om je onafhankelijk te maken van kritiek en waardering. Geluk, vrede, vrijheid, liefde, het zit allemaal in jou. En de beweging is juist van binnen naar buiten. En als wij allemaal gaan manifesteren vanuit onze verlangens, vanuit liefde, vanuit verbinding, vanuit harmonie, dan krijg je echt een totaal andere wereld dan waar we nu in leven. En dat is ook de fase die we doormaken van de derde, vierde en de vijfde dimensie. De derde dimensie, nogmaals, is van zichzelf niet slecht. Maar we zijn echt nu aan het einde van een tijdperk en er is nu iets anders en iets nieuws nodig. En als je dan blijft hangen in het oude op basis van angst, op basis dat je misschien iets tekort komt, op basis van onzekerheid, dan ga je de vervormingen krijgen van die eerste drie dimensies. En dat zie je nu ook heel erg gebeuren. We zitten gevangen in angst, schuld, schaamte, macht, tekort. We hebben het ratio tot een soort machtsstatus verheven die het gewoon echt niet is. En in mijn boek Anders Denken, Anders Voelen, Anders Doen heb ik ook een quote van Einstein staan en ik zal hem wel even voorlezen. De intuïtieve geest is een heilig godsgeschenk en het rationele verstand is een behulpzame dienaar. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten. En dat is waar we nu in zitten. We zitten zo gevangen in angst en in ons verstand dat we niet meer op ons lichaam vertrouwen, niet meer op onze intuïtie vertrouwen. En we leggen al onze veiligheid en zekerheid buiten ons neer. En de manifestor stage is dan de uitnodiging om het weer naar binnen te halen en van binnen naar buiten te creëren vanuit liefde, vanuit vertrouwen,
ja, vanuit harmonie en verbinding, vanuit werkelijk welzijn op alle gebieden. En daarvoor is het dus nodig om uit je slachtofferschap te stappen, je bewust te zijn, oh ja, dit is wat mij overkomt en hoe ga ik vervolgens betekenis aan de wereld om mij heen geven. En dan krijg je een beweging van binnen naar buiten. En daarvoor is het vaak wel belangrijk, dat is ook onvermijdelijk, dat je daarin je angsten en je onzekerheden, je schuld, je schaamte tegenkomt. Maar juist nu met de bedoeling om dat letterlijk in het licht te zetten en het als die boomringen te omvatten, te overstijgen. En jouw verleden en die eerste drie dimensies echt te zien als voedingsbodem, als kracht om alles in het licht te zetten. Alles achter je te laten, zodat we door die poort van de vierde dimensie naar de vijfde dimensie gaan om dan een nieuwe wereld samen te creëren. En als we allemaal onze eigen pijn, onze eigen duisternis in onszelf oplossen, contact maken met die creatiekracht, die power die wij allemaal hebben. En die zit ook echt in in die eerste drie chakras en met name ook het derde chakra. Daar zit heel veel manifestatiekracht. Nou, als we dat met z'n allen weer vanuit licht en liefde doen, dan zijn we allemaal licht en liefdepuntjes in deze wereld. En dan kan het donker ook echt niet meer bestaan. En daarvoor hoeft nog niet eens iedereen het te doen. Als er maar voldoende mensen zijn die zoveel licht en liefde verspreiden, ja, dan kan het donker niet anders dan oplossen en groeien we samen naar die vijfde dimensie toe. En 3 januari, dan geef ik een nieuwjaarsmeditatie. Daar kun je gratis aan meedoen. En ik hoop ook dat er heel veel mensen meedoen om een hele mooie positieve energie neer te zetten voor 2022. Ik geef de meditatie live via YouTube en via mijn Kiba community op Facebook. En daarna is er ook gelegenheid tot vragen stellen. Dat vind ik ook altijd heel erg leuk om vragen te beantwoorden. En samen een prachtig veld neer te zetten van licht en liefde. En om met z'n allen een nieuwe wereld te creëren vanuit licht. En liefde, dat is mijn droom. En ik hoop dat jullie met mij mee gaan dromen. Dus je bent uitgenodigd 3 januari, 's middags van 12 tot 1. En ik maak ook een opname. En die kun je dan ook op de social media kanalen terugkijken. Maar het leukste is natuurlijk als je er live bij aanwezig bent. Dus ik hoop tot 3 januari. En anders zie ik je graag terug bij de volgende video. Tot dan!